En dan denk ik ongeveer rij 4, daar zat jouw publiek. Ja. Zie je die mooie borden die ze in de lucht houden? Hou ze nog eens even omhoog. Dat rijtje 4, ga nog eens even staan. Ik ga straks opnieuw de juryleden voorstellen voor diegenen die denken, nou ja, ik kom nu pas. Want ik ben misschien denkt wel een hele bekende stem. Ze is ook nog eens het gezicht achter Appelsientje, Laurien Verstraeten. Ik denk inderdaad haar bijna tot huilen, maar dat komt altijd goed. Dat er dan iemand naast er zit en zegt, nee, we gaan straks ook weer... Bij ons in Alkmaar, terwijl ze zelf van veel verder komt, stond ze bij ons in Alkmaar in de krant na de voorronde van de Prinses en de Kikker. Zo dichtbij, en zij is ook heel dichtbij in de finale. Manouk Vijver! Jij dacht, daar buiten de telefooncentrale moeten ze me ook horen. Heel Alkmaar moet het huis even uitkomen. Wat ga jij dan doen? Want je hebt nu al zoveel van Marco Borsato laten horen. Is er nog een ander nummer wat je bewaard hebt, Sieke? Het was vorige week ook al een heel gedoe om uit te zoeken wat ik vandaag zou gaan doen. Ja. Want volgens mij zorg jij voor al die extra tijd. Iedereen zit al helemaal rechtop en jij blijft maar schrijven. Ja, ik ben het schrijver. Het is lastig. Jullie zijn niet unaniem, denk ik, of? Ja. Kijk, een van de mannen van Ogen. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Nou, dat zou ik te gek vinden. Dankjewel en dankjewel Eleanor, ook namens mij van harte welkom op het Waagplein. Om dan nu eindelijk die finale bij te gaan wonen. Eleanor heeft alles al uitgelegd. Wat misschien wel belangrijk is, is dat wij met twee leeftijdscategorieën werken vandaag. De leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar. Jongste deelnemers zijn 10 en de leeftijdscategorie 13 zit al in beeld, maar ik ga ze toch aankondigen en misschien kunnen jullie dan allemaal je hoofd een beetje schuin draaien, want ze zitten vrolijk te lachen voor jullie. Dus ik kan haar dan ook aankondigen. En dat ga ik op een bijzondere manier doen, want ook zij heeft week na week laten zien dat het waard is om hier bij ons op het podium te staan. Ik heb vorige week al gezegd, we geloven in je. Dat kan ik deze week weer zeggen, want ze zingt I Believe, zilver. Ik wil iets bijzonders doen, want de volgende act die hier plaats gaat vinden, die wordt uitgevoerd, wordt eigenlijk gezongen door een grote groep. Zij zijn van Oberon Theater en de afgelopen weken hebben ze al laten zien dat ze heel veel verschillende dingen kunnen. Dus ook voor vandaag hebben ze het weer net even aangepast. Ze zingen gezamenlijk Ik waak over jou uit de musical Rent. Oberon Theater! Toch heel even onze jury voorlaten, want Pamela zit echt met wijd opgesperde ogen. Ik wil. Luc, na al die weken is het je gewoon gelukt. Kijk nog even naar jouw publiek. En sorry, jullie vinden het vast niet erg als ik toch stiekem Marco om een hele korte reactie ga vragen. Ik vind het ongelooflijk bijzonder dat zoveel jong talent zich inzet voor Woordzout.
iemand uit de jongere categorie. Zij heeft keer op keer een prachtige nummer gezongen uit de Disney-film De Prinses en de Kikker. Maar vorige week fluisterde ze: nee, Roxane, ik kom als schof niet. Ik heb een klein tipje van de sluier op. Neem die dan mee, de sluier. Dat wordt heel wat dan. En dat is zeker een schoffie. Ja, dit is zo ontzettend cool dat kinderen dit bij elkaar gesprokkeld hebben. En dat is... Wie zou het zijn? Liepert! Een groot applaus gaan vragen voor onze jury die er vanmiddag al bij was, vroeg en nu nog steeds. En ze hebben het